Zo light is die niet, die nieuwe Galaxy S10 Lite. Sterker nog, het is de zwaarste Galaxy S10 die er is. Oh. Hoi, ik ben Marijn van Bright en ik heb hier voor mij liggen de nieuwste toestellen van Samsung, namelijk de S10 Lite en de Note 10 Lite. Ze zijn begin dit jaar aangekondigd, ze komen nu op de markt en dat net voor het evenement waarop Samsung de nieuwste toptoestellen uit de Galaxy S-lijn gaat aankondigen, die waarschijnlijk Galaxy S20 gaat heten en 20 Plus en 20 Ultra, wie weet. Ik maak daar trouwens volgende week een video over, dus abonneer op dit kanaal, zet de bel aan, dan mis je die video niet. Nou goed, even terug, we gaan het in deze video hebben over de S10 Lite en de Note 10 Lite. De Note 10 Lite, daar komen we zo op, die leg ik nu nog even opzij. We beginnen even met de S10 Lite. Want wat zijn dan de voor- en nadelen van dit toestel ten opzichte van de originele S10 en de S10 Plus? En wat dan gelijk opvalt is de behuizing. Die voelt gewoon wat goedkoper aan. Een ander nadeel is dat het scherm minder scherp is dan bij de normale S10 en S10 Plus. De resolutie is namelijk lager, terwijl het scherm groter is geworden. Is dat een probleem? Nou, voor veel mensen waarschijnlijk niet. Maar als je de toestellen naast elkaar legt, dan zie je het verschil wel degelijk. Verder mis je een koptelefoonaansluiting. Die zat bij de normale originele S10 en S10 Plus nog wel op. Voor het laatst waarschijnlijk in die S-lijn. En dan de vingerafdrukscanner. Die zit er wel in, onder het scherm. Maar hij is optisch in plaats van ultrasoon. Dus het duurt net even iets langer. En een ander belangrijk nadeel vind ik dat je deze niet draadloos kan opladen. Maar wat win je dan als je zo'n Galaxy S10 Lite koopt? Er moet toch een reden zijn waarom je dit toestel zou kopen? Nou, 1. Er zit een andere processor in die een tikkie sneller is dan die in de S10 zat. Goed, kniet je oor die daarop let. Hij heeft dus een groter scherm, maar daar hebben we het net over gehad. De accu is ruim 30% groter die erin zit. En in combinatie met die lagere resolutie gaat hij dus een stuk langer mee. De accu is zelfs groter dan in de S10 Plus. Bijna 10%. En als die batterij dan leeg is, dan laat de Galaxy S10 Lite veel sneller op dan de originele S10. Want die was namelijk gelimiteerd op met maximaal 15 watt opladen. En deze kan met maximaal 45 watt opladen. Oeps. En dan hebben we het nog niet gehad over de camera's. En daar moeten we het wel even over hebben, want je krijgt een heleboel megapixels. Alleen de frontcamera van de S10 Lite heeft al 32 megapixels. En maakt je dan betere foto's? Nou, niet per se. En ik vind ze ook wat opgepoetst, ook al staan de beautyfilters uit. Ook achterop vind je heel veel megapixels. Deze hoofdcamera heeft er 48, maar maakt dat de foto's nou direct veel beter? De camera van de S10, de originele, met maar 12 megapixels, presteert beter. Dit gaat prima, je komt ermee weg. Maar die S10 had een van de beste camera's van 2019. Die top je niet zomaar. En zoals je ziet, er zit ook een ultra-wide camera aan de achterkant. Ja, wat kan ik erover zeggen? Ik vind het wel leuk. Waar ik wel echt razend enthousiast over ben en waarvan ik hoop dat meer fabrikanten dat gaan doen, dat is de macro-lens. Daarmee kan je dingen van heel dichtbij fotograferen, 2 tot 3 centimeter afstand. Het enige nadeel aan deze camera is dat hij een beetje langzaam reageert en dat hij maar 5 megapixel foto's schiet. Dat is prima voor op social, maar als je dan een hele mooie foto hebt genomen van een bijtje op een bloem of zo bijvoorbeeld en je wil die groot op je bureaublad achtergrond zetten, ja, dan wordt dan een beetje lelijk. En dan is er nog iets wat deze Lite wel heeft, wat de normale S10 niet heeft, en dat is Super Steady Optical Image Stabilization. Zo noemt Samsung het. En dat betekent dat het beeld niet alleen zo gestabiliseerd wordt, maar ook zo. En dat werkt perfect als je zelf stilstaat en bijvoorbeeld een hele mooie overzichtshot wil maken. Zo. Dan komt dat er super steady uit te zien. Maar zodra je gaat lopen, ja, dat weet ik niet hoor. Dan heeft het toch niet heel veel meer waarde. Ik heb je de voordelen genoemd, ik heb je de nadelen genoemd. Ik heb je laten zien hoe de camera werkt, ja, en dan is nu toch de keuze aan jou. Is het wat voor je? Hij kost 650 euro en dat is op zich niet een hele gekke prijs voor dit toestel. Maar als je even googelt, dan vind je de S10, de originele S10, hallo Google, die vind je al voor onder de 600 euro en die prijs gaat waarschijnlijk verder zakken. En Samsung maakt het niet heel erg makkelijk voor je om een keuze te maken. Nu kan je denken, ik wil graag een groot scherm en een grote accu en dan zou je voor die
Galaxy S10 Lite kunnen gaan. Maar als je dan een tientje extra bijlegt, dan heb je de S10 Plus ineens. Die heeft een bijna even groot scherm, een veel scherper scherm. Die heeft een bijna even grote accu, die heeft een veel betere bouwkwaliteit. Daarmee kan je draadloos opladen. Hij heeft een headphone jack. Hij heeft allerlei voordelen die deze Lite niet heeft voor nagenoeg dezelfde prijs. En als je even wacht, wordt hij misschien zelfs wel wat goedkoper. Dus ik zou je aanraden om die S10 Plus toch serieus te overwegen als ik jou was. En dan nog de Note 10 Lite. En die lijkt heel erg op die S10 Lite. Maar hij is wat groter, wat zwaarder, wat dikker dan deze. Ondanks dat ze hetzelfde scherm hebben en dezelfde accucapaciteit. En Samsung redeneert zo. Die normale Note 10, ja, die is te duur voor heel veel mensen. En we willen eigenlijk meer mensen kennis laten maken met het concept Note. Nou, het concept Note is eigenlijk gewoon een grote smartphone met een S Pen. Dus die krijg je hierbij ook voor een iets schappelijkere prijs. Die S Pen komt trouwens niet uit de Note 10, maar uit de Note 9. Je kan er dus niet mee in de lucht schrijven, maar je kan hem wel gebruiken om, als je hem goed vastpakt en niet verliest, selfies van jezelf te maken. Dus ben je een penfan? Misschien is het wel wat voor jou. Je kan trouwens nog meer steken in deze Note dan de S Pen. Hij heeft namelijk ook een koptelefoonaansluiting, dus ook je koptelefoon kan erin, als je dat zou willen. En dat komt bij die S10 Lite dus niet. Wat ook anders is ten opzichte van de S10 Lite zijn de camera's. Die zijn wat traditioneler. Ze hebben allemaal gewoon 12 megapixels. Je hebt een wide, een ultra wide en een telelens. De frontcamera die is hetzelfde als op de S10 Lite. Alleen opvallend genoeg is die bij de Note veel mooier weggewerkt dan bij die S10 Lite. Puntje voor de Note hier. Minpuntje voor de Note is dat je ook daarmee niet draadloos kan opladen. En een minpuntje is dat die niet water- en stofdicht is. Dat is die S10 Lite dan weer net wel. Maar toch vind ik dat een toestel van 600 euro, zeker van Samsung, tegenwoordig wel een IP-rating mag hebben. Ja, toch. En dan nog heel even over de processor in de Note, want die is ook anders dan in de S10 Lite. In de Note zit namelijk een processor uit de S9, dus die processor is al 2 jaar oud. Hij is dus ook wat trager. En dan met die prijs van 600 euro, ja, zou ik eigenlijk overwegen dat, tenzij je dat pennetje per se wil, je toch gewoon gaat voor de Galaxy S10 of S10 Plus als je een groot scherm wil. Man, ik ben blij dat deze video erop zit. Ik heb zo lang gedaan over dit schrijven. En weet je waarom dat is? Omdat het gewoon heel veel uitzoekwerk is. Samsung overspoelt de markt op dit moment met toestellen die allemaal heel erg op elkaar lijken, maar toch net even weer wat van elkaar verschillen. De ene heeft weer waar voordeeltjes ten opzichte van de andere en de andere heeft weer wat nadeeltjes. De prijzen die zijn op zich heel duidelijk als je naar de adviesprijzen kijkt, maar als je naar de echte prijzen kijkt, ja, dan zie je ook dat de prijzen van alle toestellen een beetje door elkaar lopen en dat het betere toestel op een gegeven moment weer goedkoper is dan een toestel dat eigenlijk wat minder is. Kortom, verwarring alom. Ik hoop toch dat ik je een beetje heb kunnen helpen met deze video. En je denkt misschien, waarom brengt Samsung al die toestellen uit? Nou, dat is wel heel logisch, want ze willen gewoon dat iedere consument die in een winkel komt of online shopt, uiteindelijk voor een Samsung kiest. En als je dan toestellen hebt op elk prijsniveau met iedere keer weer net andere specificaties, is de kans gewoon groter dat consumenten voor jouw merk kiezen in plaats van een ander merk. Ik wens jullie heel veel succes met kiezen. Vonden jullie het een leuke video? Doe dan een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Druk die bel in. En ik zie jullie in de volgende video. Bye!